Oké, het is 12 uur. We gaan beginnen met deze eerste beta break van het nieuwe jaar. De vraag is, hoe werkt wetenschap? En eigenlijk de vragen, wat is er mooi aan, wat is er mis mee? Stelling van Frank Miedema onder andere is dat er dingen scheef zijn gegroeid in de wetenschap. En voordat ik de gasten aan u voorstel, wil ik graag beginnen als een soort motto met een stukje van de 19e eeuwse filosoof Schopenhauer. Over geleerdheid en geleerden, zegt hij. Als men de vele en verschillende onderwijsinstellingen ziet en het grote gedrang van scholieren en leraren, zou men bijna gaan geloven dat het mensdom zeer gebrand is op inzicht en waarheid. Maar ook hier bedriegt de schijn. De leraren geven les om geld te verdienen en streven niet naar wijsheid, maar naar de schijn en het krediet ervan. De scholieren leren niet om kennis en inzicht te verwerven, maar om mee te kunnen kletsen en zich belangrijk te maken. Dit wou ik even als opening statement gebruiken. En dan, je moet het misschien een beetje relativeren. Deze Schopenhauer die werd niet zo snel erkend in zijn leven. En hij had een beetje ruzie met de belangrijkste filosoof toen. En daar komt het misschien vandaan. Maar dit is een thema dat ook nu nog wel leeft, denk ik. En we stellen eerst de gast daar nu voor en dan zullen we daarop doorgaan. Ja, de eerste gast die we voorstellen vanavond is een hele bijzondere. Velen van jullie zullen haar nog niet gezien hebben, maar ze heeft een hele belangrijke functie op deze faculteit. Onze nieuwe decaan, Karen Maax. Mevrouw Maax is hoogleraar materiaalfysica voor de nano-elektronica en was tot voor kort vice-rector van de KU Leuven. Ze is nu naar Amsterdam gekomen, zou leiding gaan geven aan de AFS, maar nu dat is weggestemd is zij, zij decaan van de faculteit hier en aan de twee faculteiten aan de VU. Mevrouw Maax, kunt u iets over uw loopbaan tot nu toe vertellen, over uw onderzoek? Ik heb een toegepaste richting gestudeerd in elektronica. Ik heb mij dan gespecialiseerd in mijn onderzoek in een technologie voor microelektronica. Dat wil zeggen dat ik onderzoek deed naar al die dunne laagjes die je nodig hebt om een elektronische chip te maken. Dat onderzoek heeft eigenlijk een hele hoge vlucht genomen in het algemeen. De vooruitgang daarvan is ook heel goed zichtbaar overal. Ik heb dat bijzonder graag gedaan. 8,5 jaar, ik doseerde ook in die materie, heel duidelijk. Iets meer dan 8 jaar geleden had de rector-elect in de KU Leuven gevraagd of ik vice-rector zou worden van wat daar wetenschap en technologie heet. Dat kun je hier eigenlijk als de beta-faculteiten beschouwen. Ik had de coördinatie van aanvankelijk 3 en op het einde 5 faculteiten daar. En ja, dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Hartstikke welkom in Amsterdam. Dan gaan we nu de andere gasten introduceren en daarvoor hebben we een beetje een leukigheidje bedacht. De vraag is aan alle gasten en ook ik zal zelf beginnen, of je iets van een perversiteit in het systeem leuk vindt of aardig vindt. Omdat meneer Miedema wel zegt dat er perverse prikkels in de wetenschap zijn, daar zullen we zo op terugkomen. Ik zelf bijvoorbeeld vind het heel fijn om les te krijgen van derdejaars studenten, terwijl ik zelf tweedejaars ben. Omdat die eigenlijk veel meer aandacht voor je hebben dan die promovendi, die natuurlijk hoger opgeleid zijn. En dat is misschien officieel niet goed, maar ik vind het fijn. En zo'n vraag wou ik ook stellen aan als eerste Rosanne Herzberger. Sorry, de vraag is? De vraag is of je iets in je onderzoek dat misschien eigenlijk niet helemaal correct is, toch heel leuk vindt. Ik vind heel veel publiceren wel leuk. Ik doe sowieso wel veel dat zeker in de ogen van Science in Transition niet helemaal kosher is. Mijn hele onderzoek is gefinancierd door de voedingsmiddelenindustrie, Nestlé, de big badass bedrijf dat heel veel producten probeert te verkopen. En zij, dus ik heb gewerkt voor de industrie op de universiteit. Nou, dat is niet best hoor. Ja. En verder heb ik mijn onderzoek in stukjes opgeknipt en probeer ik die stukjes te publiceren. En nou, ik heb daar tot nu toe wel baat bij. Het brengt me in contact met allemaal andere wetenschappers in Amerika bijvoorbeeld. Ja. Die blijken aan hetzelfde bezig te zijn en die stuur ik dan stammen toe en zo. En, ja. Dankjewel. Nou, even voor de volledigheid, ik was even vergeten je officieel te introduceren. Je promoveert aan het SILS en ben ook columnist bij NRC. Ja. Ja. Dan moet ik nog iemand introduceren, ja zeker. Rob Hagendijk, hij
werkt aan de UvA aan de faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen. Zeg ik dat goed? Maatschappijwetenschappen. Maatschappijwetenschappen en in de Science and Technology Studies. En nu eigenlijk dezelfde vraag. Ja, een beetje aan de perverse kant. Nou, ik ben dol op controverse. Zeker ook controverse in de wetenschap. Want als maatschappijwetenschapper die zich bezighoudt met de filosofische en maatschappelijke organisatie van wetenschap en de relatie tussen wetenschap en samenleving, is er niet zo heerlijk als controverse. En dan helemaal als ze op de televisie komen, want dan hoef ik voor mijn onderzoeksmateriaal alleen maar de videorecorder aan te zetten. En dan kun je gewoon dat rustig allemaal opslaan thuis. Dus dat is buitengewoon prettig. Het betekent wel dat je moet oppassen dat je niet een bepaald beeld van die controverse krijgt. Want het beeld van onderwijs en wetenschappen in de media en van controverse is natuurlijk niet noodzakelijkerwijs identiek aan wat er op dat moment op de grond gebeurt. En daarnaar kijken is een van mijn dingen die ik veel doe en waar ook heel veel studenten aan gewerkt hebben en dingen uitgezocht hebben en in verder gekomen zijn. En dat is eigenlijk wel een van mijn leukste dingen. Mevrouw Maaks, doet u eens wel eens iets wat niet helemaal in lijn is met de correcte academicus? Niet meer. iets wat mij wel opgevallen is, ik heb ook in mijn onderzoek zeer sterk samengewerkt met de microelektronica-industrie wereldwijd. En wat mij daar is in opgevallen is dat het beeld dat velen hebben, dat je dan helemaal meegaat in dat economisch denken van die bedrijven, dat het eigenlijk dat aanzuigeffect, dat het er eigenlijk helemaal niet was. Het was eigenlijk omgekeerd. Die bedrijven die waren zo eager om fundamentele informatie te kunnen krijgen, die typisch aan universiteiten wordt onderzocht of wordt verzameld, dat die eigenlijk mij als onderzoeker en mijn team als onderzoeksteam echt stuurden naar het meer fundamenteel onderzoek. Dus het is een andere beweging dan dat je vaak in de pers hoort. Dank u wel. Ervaart u dat ook zo, Rosanne Hertzberger? Of ik wel eens iets doe wat niet door de beugel kan? Ervaart u dat ook zo, dat het juist de bedrijven u richting fundamenteel onderzoek? Ja, ik heb er eigenlijk ook alleen maar goede ervaringen mee. Ik weet dat er ook slechte ervaringen mee bestaan hoor. Maar ik heb, dus het is een beetje casuïstiek dit. Maar ja, ik heb er goede ervaringen mee. Ik heb weinig obstructie van mijn onderzoeksresultaten. Ik heb alles gepubliceerd in, of tenminste, ik hoop dat ik het ga publiceren in open access. Okay. En dus ik zie alleen maar dat de industrie heeft bijgedragen aan meer kennis. Ja. Eigenlijk in mijn promotieonderzoek. Oké, dan stel ik u tot slot Frank Miedema voor. Hij is decaan van de medische faculteit in Utrecht en ook bestuurder van het UMC. En belangrijk hier initiatiefnemer, een van de initiatiefnemers van Science in Transition. Ze hebben een manifest geschreven over wat er mis is in de wetenschap. En he came in like a wrecking ball, kunnen we wel zeggen. Veel publiciteit gehad. En ik wou u hetzelfde vragen, uw pet perversity, zoals u het zelf noemt. Ja, mijn grootste perversie is eigenlijk dat ik begrijp het systeem heel goed en kritiseer het systeem nu heel hard. Maar ik ben nog steeds ook wel betrokken met promovendi. En probeer desalniettemin de papers van die promovendi toch in high impact journals te krijgen. Waarom? Omdat je eigenlijk weet dat het op dit moment nog steeds wel heel goed voor zo iemand is. Hoewel ik er eigenlijk tegen ben. Ja. Ja. Kan het nog erger? Ja. Dat weet ik niet. Ik wou u eigenlijk even de tijd geven om uiteen te zetten wat uw stellingname eigenlijk is als Science in Transition. Ja. Gaat u gaan. Let vooral op het woordje eigenlijk in die zin, heren, dames en heren. Ja, het is veel tegelijk namelijk. Ja. Dus, nou, ja. De korte samenvatting is eigenlijk dat als je heel goed naar het systeem kijkt, en dat heb ik dan al heel lang gedaan, maar ook heel veel andere mensen, ook de meneer naast mij heeft dat heel lang gedaan, is dat je tot de conclusie komt dat eigenlijk wetenschap over twee dingen gaat. Het gaat over productie van kennis en het gaat over het maken van kennissen. Je carrière maken. En dat wat wij nu zien in het systeem zoals het gegroeid is in de levenswetenschappen, sociale wetenschappen, vooral in de grotere systemen, waar ook veel geld in omgaat, dat die twee systemen wringen. Dat is eigenlijk een korte samenvatting. Met andere woorden, wij, Rosanne ook, wij proberen carrière te maken. Wij moeten die papers publiceren. Maar eigenlijk willen we gewoon kennis maken. We willen real knowledge maken. Waar de maatschappij en ook de voedingsindustrie of gewoon mensen uit onze belanghebbenden uit de maatschappij wat aan hebben. En wat wij nu steeds zien, en daar gaan we straks denk ik over hebben, is dat wringen van die twee systemen, dat ons enorm parten speelt. Dat speelt mij parten als bestuurder. Dat speelt iemand als directeur van het Zwammerdam Instituut, die daar staat, enorm parten.
Want bijvoorbeeld het wringt ook ten aanzien van... Hij schudt nee hoor. Ja. Het is wel zo. Dus... U mag zo meteen reageren. Heel goed dat hij daar staat op de achterste rij. En ik denk dat wringen, dat heeft ook te maken met... Dus wij willen dus allemaal uiteindelijk die producten, die papers. Maar als wij dan gevraagd worden om heel veel onderwijs te geven, wat ook een belangrijke taak voor de universiteit is, dan zie je dat je daar veel minder op afgerekend wordt. En dat iets is wat nu pas recent weer naar voren komt, dat eigenlijk ook een primaire taak is van dit instituut bijvoorbeeld. Maar in de cv's en in het maken van je cv, resume zeggen Amerikanen, wordt dat eigenlijk amper meegenomen. Gaat het eigenlijk altijd over, heb jij in een high impact journal gescoord? Want dan zit je goed. Ja. En dat was mijn perversie ook altijd. Ja. Dus dat is eigenlijk de basis van alle discussie die we nu hebben met elkaar. Ja. Oké, wij wouden dit onderwerp gaan bespreken in een aantal deelonderwerpen. Eerst de beeldvorming over wetenschap. Misschien denkt de buitenwacht en misschien ook wel studenten er te makkelijk over of te romantisch over. Dan wouden we het ook even gaan hebben over vertrouwen en integriteit, corruptie, affaires die er zijn geweest. Tegen iets over 12:30 komen we aan bij programmering. Wie betaalt ons? En wat is belangrijk onderzoek? Dat is ook een onderwerp. En tot slot wouden we afsluiten met onderwijs en of dat misschien in het gedrang komt. En we gaan beginnen met meneer Hagendijk. Ja, meneer Hagendijk, als we het hebben over beeldvorming, dan hebben we het ook over hoe de universiteit zich verhoudt tot de maatschappij. Hoe is de rol van de universiteit in de afgelopen decennia veranderd, denkt u? Met betrekking tot wat? Met betrekking tot hoe onderzoek zich tot het publiek verantwoordt. Ja, oké. Ik denk dat het heel belangrijk is, dat geldt voor de hele discussie, om erg uit te kijken met het praten over de wetenschap. Want het is enorm verschillend en het is ook alleen maar meer verschillend geworden. En alle uitspraken over de wetenschap zijn vooral voor publieke consumptie en hebben heel weinig met de werkelijkheid in laboratoria, op conferenties en dat soort dingen te maken. Het tweede is, waar je mee moet oppassen, om de universiteit en de wetenschapsbeoefening niet identiek aan elkaar te stellen. De universiteit en de wetenschap, dat huwelijk is van betrekkelijk recente datum. Dan bedoel ik de 19e eeuw. Daarvoor was er ook al geïnstitutionaliseerde wetenschap, dat was anders georganiseerd. En er zijn flinke problemen met de universiteit. Er zijn ook problemen met het onderzoek, maar ook daar moet je heel goed onderscheid maken wat de problemen zijn. Ik denk eigenlijk dat een ander ding is dat je moet de veranderingen relativeren. Het beeld van de Ivoren Toren, dat het vroeger zo geweest zou zijn en dat het now we're all going down the drain, dat is niet waar. Als je kijkt naar toegepast onderzoek, Nederland heeft een bloeitijd beleefd wat de Nobelprijzen betreft, maar in dezelfde tijd heeft zich ook het toegepaste onderzoek in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en met de industrie, denk aan Delft bijvoorbeeld, maar denk ook aan Amsterdam, heeft zich ontwikkeld. Dus die relatie is er altijd geweest. Ja. En het omzetten van krediet en geloofwaardigheid, want wat er gebeurt in wetenschap is, je probeert geloofwaardigheid voor je resultaten te krijgen en daarmee krediet te krijgen voor verder onderzoek. Een credibility cycle noemen we dat. Daar zit de spanning waar Frank het over heeft, hoe zich dat zich tot elkaar verhoudt. Ja. En is dat substantieel veranderd? Ik heb eigenlijk het idee dat op het moment aan de wetenschappelijke kant, los van de vraag van waar trek je nu de grens tussen het publieke en het private, of de relaties nu hartelijk zijn of niet, dat zijn ze heel vaak wel. Maar soms is dat dus ook niet zo en er gebeuren allerlei dingen die domweg niet deugen in de interface tussen wetenschap en samenleving. En daar moet je naar kijken en daar moet je dus met z'n allen proberen dat in de gaten te houden, zodat het goed komt. Maar fundamenteel anders zou ik zeggen, is het helemaal niet. Wat je wel hebt is dat de universiteiten, maar dan hebben we het over de universiteiten, enorm massaal zijn geworden. Dat betekent niet dat de studenten noodzakelijkerwijs zoveel dommer of slechter zijn geworden. Want ik heb heel veel ook naar studentencultuur in het verleden gekeken door de eeuwen heen. En dat citaat van Schopenhauer, dat is nog helemaal zo gek niet. Nee. Maar als je daarover wilde, wil ik wel over praten, maar dan moeten we niet voor. Misschien naar de oké. Okay. De massaliteit, dit is natuurlijk wel groter geworden allemaal. Dat lijkt me wel een verandering. En misschien is dat ook iets wat u, mevrouw Maaks, echt heeft meegemaakt. Of misschien ook ziet gebeuren aan deze faculteit en andere faculteiten. Ja, en dat is
iets dat ook in de rest van Europa elders gebeurt. Maar ik denk dat we twee dingen uit elkaar moeten houden. Je hebt inderdaad de massificatie van het onderwijs, maar dat is ook heel vaak een deel van een democratisering. En tegen een democratisering kan je volgens mij niet tegen zijn. Je moet natuurlijk wel zorgen dat die veelheid van studenten op een heel hoog kwalitatieve manier worden onderwezen. Dat blijft natuurlijk zo. Maar het fenomeen zelf, denk ik, is eigenlijk een fenomeen dat een duiding is van iets dat positief is en niet een duiding van iets dat negatief is. Ja. De hoeveelheid onderzoek is ook toegenomen, heb ik de indruk tenminste. En hoe is het om te functioneren in zo'n grote onderzoekswereld? Wat is daar nog mooi aan, Rosanne Hersberger? Ja, er zijn heel veel promovendi en er zijn heel veel studenten. Niet lang geleden was ik ook nog student in Delft. En ja, er wordt vaak gerefereerd aan de studentenfabriek. Ik denk dat de universiteit die klaagt erover en terecht. Want maar de maatschappij die is echt veel beter af met heel veel hoogopgeleide mensen. En dat is gewoon, vanuit de maatschappij bezien, is het echt een heel erg goed idee om zoveel mogelijk mensen zo hoog mogelijk op te leiden. Het heeft echt een gigantisch effect op talloze sociale problemen. Echt van alcoholisme tot criminaliteit, tot tienerzwangerschappen, tot noem maar op. Hey, ik wil dus even terug naar onderwijs eigenlijk. Wat je zelf doet, ja. Naar onderzoek bedoel ik. Ja. En wat daar mooi aan is. Nou, die promotie... Nou, wat er mooi is aan onderzoek, ik krijg de kans om 4 jaar lang aan één onderwerp te werken en me te verdiepen en het helemaal uit te graven en daar 4 jaar lang mee bezig te zijn. En ik vind dat een prachtige kans. Ik vind dat echt een privilege. En dan mag het misschien zo zijn dat de meeste promovendi geen baan in de wetenschap zullen vinden, omdat er gewoon niet zoveel plek is voor wetenschappers. Maar dan nog vind ik het een voorrecht dat ik hier 4 jaar onderzoek heb mogen doen. Meneer Miedema, in het position paper hebben jullie het over de ontmythologisering van de wetenschap. Zou je dat een beetje kunnen uitleggen? Ja, dat sluit een beetje aan bij de discussie zoals we net gestart zijn. Dat wanneer je realiseert dat er eigenlijk 2 bewegingen zijn die in 1 huis, in 1 borstkas moeten ook plaatsvinden. Namelijk, je wilt eigenlijk op een of andere manier proberen te overleven in het systeem. En de meeste mensen willen eigenlijk ook wel postdoc worden en vervolgens in het systeem verder gaan enzovoort. Dus je denkt toch aan je loopbaan. Terwijl wij eigenlijk ook met z'n allen denken dat heel veel publiek geld eigenlijk bedoeld was om kennis te krijgen over hoe de wereld werkt en hoe we de wereld kunnen verbeteren. En al die problemen die net genoemd zijn ook aangepakt kunnen worden. En wat wij dus gesteld hebben is dat eigenlijk die 2 bewegingen, als je ziet wat er nu gebeurt, en dat gebeurt in een grotere massaliteit, dat is net al geconstateerd, er is een enorme competitie omdat de hoeveelheid middelen niet gegroeid zijn, maar wel het aantal onderzoekers. Die competitie en ook de hoeveelheid artikelen die geproduceerd worden, die zijn nu eigenlijk overwhelming geworden. Dus we zijn eigenlijk bedolven onder de artikelen. En niet alleen wij, maar ook internationaal gezien zijn er nu een aantal bewegingen tot aan de top van NIH, grote investeerder in onderzoek, 33 miljard per jaar hebben zij uitgegeven in Amerika. Die hebben nu gezegd, wij zien nu met z'n allen dat dit systeem nu eigenlijk even weer gereset moet worden. Wat is er belangrijk om dat soort dingen te benadrukken, ook voor het grotere publiek? Wat heel belangrijk is voor het grote publiek, is dat het grote publiek zich realiseert dat, hoewel je, mijn buurman zal onmiddellijk zeggen, het is nooit anders geweest, hoewel men nog steeds denkt dat daar altruïstische, dus onpartijdige belangeloosheid, dat wij met z'n allen hier als engelen nieuwe data aan het maken zijn, dat we eigenlijk ook gewoon thuis kinderen hebben die naar school moeten. Althans, daar plannen we misschien voor, of ik weet niet hoe ver we hier zijn, maar... Zijn hier mensen die wel vinden dat ze engelen zijn en dat ze echt... Nee, maar mag ik even afmaken? Dus dat is een beetje het beeld wat altijd opgeroepen wordt en waarvan men denkt dat dat goed verkoopt. Terwijl de mensen die daadwerkelijk in de systemen werken en ook daadwerkelijk leiding geven als decaan, denken ja, maar we hebben eigenlijk ook een heel ander mechanisme te bedienen. Waarbij we afgerekend worden op output, op diploma's, op aantal promoties enzovoort. Mag ik inbreken? Want je noemt nu 2 belangrijke onderwerpen, hè, uit Science in Transition. Dat we publiceren te veel of er wordt veel te veel productie gedraaid eigenlijk. Dat alleen maar leidt tot kleine stukjes. En het andere wat je noemt is het beeld van de wetenschappers. Maar om even in te gaan op die publicatie. Want die publicatie drift eigenlijk. Dus er is nu een... Want
En dan noem je ook, dus bijvoorbeeld in mijn vakgebied wordt het nu ook interessant om gewoon je data online te gooien. Dus niet per se allemaal maar conclusies aan te verbinden. En die micropublicaties, hè, dus hele kleine notejes schrijven, zeggen jongens let op, ik heb dit geprobeerd en het werkt niet. Of het werkt wel en dit komt eruit. En ja, ik vind dat zelf niet zo'n slechte ontwikkeling eigenlijk. Als ik kijk de naamgever van het instituut waar ik aan werkte. Waar ik bij werk, Swammerdam. En die schreef op het einde van zijn leven het grote insectenboek. En eigenlijk zijn leven lang wist niemand waar hij mee bezig was. En ik zie eigenlijk die publicatiedrift dat ja. bijdraagt aan de interactie tussen wetenschappers. Ik weet nu dat een promovendus in Florida in zijn tweede jaar, omdat hij heeft gepubliceerd, bezig is met dezelfde bacterie waar ik in geïnteresseerd ben. En wij gaan nu samenwerken om daar meer uit te halen. Maar hoeveel tijd kost dat om dat bij te houden, wat er gebeurt in je vakgebied? Nou ja, met Google valt het wel mee. Dus ik typ gewoon in John Sony en dan kijk ik wie er allemaal aan werkt. Dus dat valt, ja. Ja, het valt wel mee. Het is wel zo dat heel veel publicaties worden niet gelezen. Er zijn allemaal schrikbarende cijfers over. De meeste maar, niet. Ja, nee, de meeste. Nou ja, dus er is ontzettend veel productie. Maar ik denk dat er ook wel... Wij zijn niet het wordt tegen meer een soort e-mailen tussen ja, onderzoekers. Wij zijn niet tegen... Het is een heel goed commentaar. Het mooie aan uw commentaar is ook dat het eigenlijk al gemengd is. U geeft eigenlijk al aan dat mensen zich zijn gaan realiseren dat je ook andere vormen van publicatie kan gebruiken. Dat je daar ook andere nieuwe moderne media voor kan gebruiken. Terwijl in het klassieke systeem 4, 5 publicaties in een proefschrift, waar u ook naartoe werkt. En daar gaan we weer, de volgende stap. Hè? Ja. Heb ik genoeg krediet om de volgende fase te halen? Ja. Op uw Twitter-account las ik in het begin nog dat u stond, ben op zoek naar een postdoc-positie, toch? Ja, die heb ik gevonden. Ja, dat heb ik begrepen, ja. Gefeliciteerd. En, ja. En zo werkt dat dus. Dus en ik denk, u mengt uw commentaar met, een stukje kritiek op het oude, met een voorbeeld voor het nieuwe. En daar zijn wij enorm voor. Maar wat er nu gebeurt is dat er in Nederland 30.000 artikelen per jaar geproduceerd worden, waarvan wij ons moeten afvragen, waar gaan die artikelen over? Wat is de kwaliteit van die artikelen? En daar is behoorlijk veel discussie over, zeker in ons eigen vakgebied, laten we dat eventjes zeggen, en niet alleen van ons. En waarbij ook mensen aan verkeerde leads gaan werken en een enorme inefficiëntie is. En mag ik even onderbreken? Want mevrouw Maaks wil een tijdje iets zeggen en ik geloof dat het punt gemaakt is. Ik vind het een heel goede discussie, maar het enige wat mij soms stoort in de discussie is dat je niet uitgaat van de toch wel integriteit van de onderzoeker. Ik denk dat je een onderzoeker is toch gedreven door passie, door nieuwsgierigheid, door trots op wat hij doet, wil dat ook publiceren, publiek maken. Het zou veel erger zijn mocht het niet gepubliceerd worden, want dan in zo'n wereld hebben we ook geleefd, dat er niet of te weinig gepubliceerd werd. Dus ik vind toch wel dat we het discours niet mogen verzuren met het idee van mensen zijn daar niet eerlijk in, of werken niet vanuit een eerlijke inborst. Ik vind dat over het algemeen wel zo is en dat moeten we toch behouden. Mag ik daar wel op reageren? Want ik heb dat niet gezegd. Hè? Ik denk, wat heel duidelijk is dat zoals het systeem nu ingericht is, je hebt het ene doel en het andere doel. En het is niet oneerlijk om gewoon in je wetenschappelijke loopbaan je loopbaan in de gaten te houden. Het is niet oneerlijk om dat een promovendus zegt, ja, maar ik heb wel straks 4 stukken nodig, want ik wil promoveren. Ja. Dat is niet oneerlijk. Of dat ook de goede casus dient van goede kennisproductie, enzovoort, enzovoort. Dat is een andere discussie. En ik vind ook dat, dit is natuurlijk begonnen met echte fraude. Toen is deze discussie gestart in Nederland, althans voor het grote publiek. Zouden we daar even over kunnen beginnen? Want meneer Hagendijk wou iets zeggen, hij heeft ook een boek geschreven, Onzekerheid Troef, althans de redactie daarvan gedaan. Dit gaat precies hierover, geloof ik, betwist gezag. Ja, ik wilde iets zeggen wat teruggaat naar de vorige discussie. Ik denk dat er iets misgaat als je het te veel naar de individuele integriteit kant trekt, terwijl je het over het systeem hebt. En wat daar eventueel dus mis of pervers aan is, dat is één ding wat misgaat. Het tweede ding wat misgaat, wat je moet vermijden, is roepen, er worden al die artikelen geschreven, die worden nooit gelezen en die kunnen dus beter niet geschreven worden. Dat is hetzelfde, en dat beeld vind ik altijd zelf wel heel prettig, als we het over ijsbergen hebben en zeg ik ben alleen maar geïnteresseerd in het deel van de ijsberg wat boven water uitsteekt en kan die onderkant, dat ziet toch niemand, kunnen we dat niet wegdoen. En als je iets van ijsbergen weet, dan weet je dat het zo niet werkt. En er is dus een heleboel... Is dit wel de goede vergelijking dan? Nee, dat betekent dat de vraag is... Meneer. Dat zal ik je uitleggen, dat doe ik graag.
Dat betekent dus dat het de vraag is van hoe die verhouding moet zijn, dat is één probleem, tussen hoe je die wil hebben, tussen dingen waar mensen echt iets hebben, die ergens anders zitten en ook onderzoek doen en dat weer kunnen gebruiken. Dat is één soort vraag. En wat je dus moet vinden van die rest, die, of dat nu waardeloos is of dat dat gewoon onderdeel van de bedrijfskunde, dat is het ene. Het andere is, en dat gaat een beetje naar jou toe, en dat gaat erom dat een van de klachten over het wetenschapssysteem is, en dan hebben we het dus over het systeem, dat er heel veel oriëntatie is op het publiceren van goede, positieve, interessante resultaten. En dat het ontsluiten van dingen die ook belangrijk zijn, maar dingen die ze dus niet hebben kunnen bevestigen. Hypothese die niet lukte, en dat was niet omdat de elektriciteit uitviel of er een overstroming was, maar die dus niet oplevert, die zijn heel moeilijk te vinden. En dat zorgt voor een scheefheid in het systeem, waar je, en dat is overigens heel best te doen, iets aan zou kunnen doen, zodat je systematischer, als je naar jouw gebied kijkt, dat je niet alleen krijgt, als je in de literatuur zoekt, alles wat er dan positief uit zou komen, terwijl de rest dus onder de tafel is. Mevrouw Maaks, wat zouden we eraan kunnen doen? Wel, ik wil toch eventjes vergelijken, want er wordt hier heel sterk gefocuseerd op de manier van publiceren in een aantal gebieden. Maar bijvoorbeeld in het toegepast onderzoek wordt er veel minder gepubliceerd. Ik kom zelf uit een toegepaste sector waar veel minder gepubliceerd wordt en veel meer wordt gekeken naar welke dingen kan ik realiseren om ze te doen werken, om ze te kunnen gebruiken, om ze waardevol te maken op een andere patenten manier. Patenten ook? Bedoelt u dan ook patenten? Bijvoorbeeld, ja. Maar zelfs niet uitsluitend. Gewoon als je samenwerkt met een toegepast gebied of in een toegepaste context, dan is het gewoon fijn om te publiceren wat werkt en wat niet werkt. Mm-hmm. Dus ik denk dat die culturen ook bestaan. Absoluut. Het is een enorme verschil in cultuur, dat is zeker. Ja. Henk van Houten, directeur van Philips Research, die zal tegen u zeggen, onze onderzoekers hoeven helemaal niet te publiceren. Als ze maar goede, betrouwbare data maken. Ja. Kan. Er wordt fantastisch onderzoek gedaan. Ja. 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 Maar nog een ander probleem, als ik even mag. Ja. Een van de problemen is, als je dus bedenkt, ik blijf even hameren op de twee manieren waarop het cirkeltje draait, de credit cycle. Een van de problemen van de credit cycle is ook dat de keuze van het onderwerp waaraan mensen gaan werken, of waar je een subsidie van 4 jaar voor kan krijgen, waar een promovendus dan op een veilige manier carrière kan maken, want dat bent u aan het doen, hè, is eigenlijk bepaald eigenlijk in grote mate welke onderwerpen wij aanpakken. En wij noemen dat de art of the soluble. Hè? Met andere woorden, je gaat een niet te ingewikkeld probleem pakken. Je denkt, het moet in 4 jaar wel te behappen zijn voor Rosanne, als ze dat onderzoek gaat doen. Dat die ervaring heb ik helemaal niet. Dan hebt u een, De ervaring dat hoogleraren denken, oh, maar dan heb ik iemand die daar 4 jaar aan kan werken. Die kan wel echt een onmogelijke vraag beantwoorden. En de ervaring heb ik ook dat na een jaar dreigt dat dan echt helemaal mis te gaan. En dan na een jaar zeggen we, laten we maar iets heel erg anders proberen. Dat is mooi. Iets makkelijkers. Ja, nou, maar dat komt toch helemaal de goede kant op. Iets wat iets op gaat leveren. Ja, u gaat helemaal met mij mee. Dat is fantastisch, vind ik dat altijd. Want u zegt, nou, het is mij pas halfweg mijn promotie overkomen. Maar de meeste mensen die slimme projecten schrijven, zorgen van tevoren dat ze een hapklaar brokje hebben, wat bij NWO het in ieder geval in die 4 jaar gaat halen. Zodat ze dan zeggen, ja, maar uit mijn project is echt wel wat gekomen. Kijk maar, hier zijn mijn papers. En ik ga de volgende slides wel weer laten doen. Even in de zaal kijken of mensen dit herkennen. Zo een project schrijven en dan NWO-vriendelijk en zo. Sommige mensen knikken, andere nee. Ja? Het schijnt te kloppen daar. Okay. Neurologie. Ja. Hey, ik wou nog even vragen aan mevrouw Maaks over de kwestie van vertrouwen en de beeldvorming. We hadden de Diaz-reden gehad van onze rector, Tim van der Boom, laatst. En die had het over Science in Transition en over dat transparantie, dat daardoor door hen bepleit wordt, misschien niet de enige oplossing is. En u kunt zich daar wel in vinden, geloof ik. Ja, ik denk, transparantie is uiterst belangrijk, maar je mag ook niet verwachten dat de slinger te ver doorgaat. Soms moet je ook, je moet niet kunnen bewijzen dat je iets gaat doen in het onderzoek en dat ook tot een succes gaat brengen voor je de middelen krijgt om te doen wat je zou willen doen. Dus ik denk dat daar je moet elkaar daar ergens in het midden tegenkomen. En op basis van een vertrouwen in de onderzoeksgroep, ook niet alleen altijd in het individu. Ik denk dat je ook heel veel van de problemen oplost door de zaken wat breder te zien en absoluut, als een groep te zien. En dat is ook een vorm van vertrouwen, want als je in een samenwerking zit, dan moet je collega's ook vertrouwen. Dus ik denk dat daar wel heel veel waarheid in zit en dat je niet transparantie mag verwarren met het echt moeten bewijzen dat wat je gaat doen, dat dat echt ook gaat slagen. Want zover kan je niet gaan, dan is het geen onderzoek meer. Absoluut.
Nou, ik wil er graag iets bij aansluiten, namelijk dat het is nu, wij mikken ons, dus een paar dagen geleden werden de fietsies weer bekendgemaakt. En dan gaat het weer over 31 topwetenschappers. Maar die zijn allemaal onderdeel van een team, die hebben teams, die zijn in teams opgevoed. En we merken nu dat dat gaat wringen. In de moderne wetenschap is toch veel samenwerking, dat horen we ook net van u. Samenwerken, teams die ook verschillende problemen kunnen. U komt uit Delft, u bent uit de engineering waarschijnlijk een beetje gekomen. Nou, dan heb je dus engineering en life sciences, dat gaan we steeds vaker zien, in de neuro, in kanker. En hoe ga je nou, of je gaat ook medical modeling nodig hebben, hoe ga je nou teams maken waarbij mensen denken, ik word beloond voor mijn inzet, maar één van ons kan maar een fietsie krijgen. Dat probleem krijgen we in toenemende mate. Multidisciplinariteit is ook iets wat in het heersende systeem echt een probleem is. Hoe gaan we daarmee om? U zult zeggen, wat ga je er dan doen? Eigenlijk pleiten wij, en daar zullen de meeste mensen, zeker de bestuurders, enorm aan mijn kant krijgen, voor er was vroeger eerst de geldstroom en die was zo gek nog niet. Even voor de duidelijkheid, eerste geldstroom is geld dat rechtstreeks van de overheid komt. Eerste geldstroom is de lumpsum die de universiteit krijgt om naar eigen discretie in te zetten in lange termijn projecten met risico, multidisciplinariteit, hun eigen verantwoordelijkheid te nemen, daar zelf ook met de stakeholders uit de regio, maar ook nationaal mee over te praten. En dat zal de directeur van het Zwammerdam ook buitengewoon een goed idee vinden, dat er meer eerste geldstroom komt. Ja, want dan zijn we namelijk niet meer verslaafd. Dan zijn we niet meer verslaafd aan die kleine hapklare brokjes die wij nu moeten inleveren als NWO-projecten. En dan had u nu bijvoorbeeld ook nog even rustig door kunnen werken aan die mooie artikelen van u. Ja, een ander voorbeeld is dat ik ook een poging heb gedaan om die brokjes aan te vragen. En brokjes, dat is dan tweede geldstroom dus. Tweede geldstroom, ja. Dus ik heb mezelf ook in die competitie gegooid en ik heb jammerlijk gefaald. Ik heb zeker u hebt niet gefaald, u bent gewoon niet in de prijzen gekomen. Dat is geen falen. Nou, ik zie het wel als een competitie waar je het beter en slechter in kan doen, hoor. Dat degene die het geld krijgen, dat die ook wel iets Hoeveel procent wordt ongeveer gehonoreerd van aanvragen bij tweede geldstroom? Het was iets van 15%. En als je dan gaat uitrekenen hoeveel... Is heel hoog. Ja. Dat is toch een loterij. 10 tot 15%. En dan is dat geld bijvoorbeeld voor 2 jaar bij Marie Curie-onderzoek. Dus we hebben 85% van de aanvragers, die hebben nou daar minimaal 3 weken of zo ingestoken om dat geld aan te vragen. Dan moet je eens uitrekenen hoeveel weken je dan in totaal mensen hebt die alleen maar aan het schrijven zijn voor hoeveel er wordt uitgekeerd. Echt, we gooien heel erg veel... talent, tijd van hele goede mensen weg. En waarom, En waarom doen we dat? Niet, u hebt niet gefaald. Waarom doen we dat? Omdat wij denken dat de beste onderzoekers boven komen. Dan is de discussie, wie bepaalt dat dan? Op welke criteria worden die beste onderzoekers beoordeeld? Gaat dat weer omdat ze in high impact factoren hebben gezeten? Is er een commissie die al die aanvragen echt gelezen heeft, denkt u? Nou ja, ik weet dat niet. U weet het niet. I like to think dat ze het echt hebben gelezen. Maar mijn grootste probleem is ook wat het kost. Ja. Dus dat je op een gegeven moment geld gaat geven en gaat beoordelen van... nou, deze heeft wat meer potentie om er iets van te maken dan die ander. Ja. Dat is altijd een beetje arbitrair. En met welke alternatieve factor u komt waarop we mensen moeten beoordelen... dat is waarschijnlijk ook weer arbitrair. Dus het blijft... Ik weet niet of je dat helemaal goed kan doen. Ja, ik denk, er moet een als ik de discussie hier volg... dan ben ik het er echt mee eens dat er een goede mix moet zijn... van lange termijn funding en van korte termijn zaken. Maar een van de grote problemen is dat de middelen zo gefragmenteerd worden, omdat iedereen er zijn zegje wil over hebben. Je hebt middelen voor dit, middelen voor dat. En dat zijn gewoonlijk korte termijn middelen. En dat maakt het heel moeilijk en maakt ook die balans tussen lange termijn, de lange lijnen die je echt nodig hebt om een strategische onderzoekslijn uit te zetten. En inderdaad het zoeken en zoeken naar de korte termijn middelen, de kortere middelen, die je dan als extra moet beschouwen, maar waar je eigenlijk... veel te veel moeite moet doen om ze te verkrijgen. Hoe is dat hier aan deze faculteit ongeveer georganiseerd? Van hoeveel procent van het geld komt van eerste geldstroom of van tweede geldstroom? Heeft u daar enig idee van? Ik denk dat er een heel groot deel van de eerste geldstroom komt. Maar ik heb de percentages nog niet zo vers in mijn hoofd. Maar ik denk dat ongeveer... 40% van de tweede geldstroom komt en 60% van de eerste geldstroom. Maar daar zitten mensen die dat veel beter weten. Geld? Ja, dat is onderzoek en onderwijs samen. Ja, dat is onderwijs en onderzoek samen. Dus je moet dat wel even uitfilteren als je het scherp wil krijgen. Ja, dat is juist. Maar misschien is het belangrijk... En ook gebouwen en zo moet je even verwerken. Dit is een belangrijke vraag, want het meeste eerste geldstroomonderzoek zit vast
in indirecte kosten, zoals dat heet. Met andere woorden, gebouwen, dingen die we nodig hebben om te overleven met z'n allen. En het meeste onderzoeksgeld komt gewoon uit variabele kleine projecten van buiten, uit Europa. En dus dat is ook het probleem dat we allemaal hebben. En gelukkig is het in de UMC's ietsjes minder ernstig dan in andere faculteiten. Maar het is wel in toenemende maanden overal een groot probleem. Dus eerst de geldstroom vrij ter beschikking om in te zetten in onderzoek. Dat was ooit, maar dat is heel erg beperkt geworden. Er is ook wel, want we zijn nu wel de eerste geldstroom heel erg aan het ophemelen. Ik zat tijdens de DS zat ik naast niet nader te noemen hoogleraar die vertelde Wel natuurlijk, wel nader te noemen. Wie was dat? Nou goed, het kwam uit de rechtsgeleerdheidhoek, maar... die vertelde dat vroeger, toen er wel heel veel eerste geldstroom was, dat daar hoogleraren jarenlang maar een beetje daar in die ivoren toren zaten. En maar ja, wat ze precies deden was ook niet helemaal duidelijk, maar ze gaven in ieder geval wel een beetje onderwijs. Maar waar het onderzoek nou precies over ging, was niet helemaal duidelijk. Dus er zijn wel degelijk nadelen aan de eerste geldstroom ook. Komt u nog uit die tijd, meneer Miedema? Nou, er zijn zeker andere mensen die dat ook verdomd goed weten. Dus dit is een hele gevaarlijke opmerking. Die wil ik uitgeknipt hebben uit deze video. Dit moeten we echt niet gaan vertellen. De eerste geldstroom is gekeeld door mensen die dit soort argumenten gebruikt hebben. En die zeiden van, ja, er zijn mensen 10 jaar met een promotie bezig. En die gaan naar fantastische congressen, Bali, Hawaii. Maar er komt geen paper uit. Geef dat geld maar aan NWO. En daar gaan wij wel kleine rookworstjes van maken. En dat is precies het probleem. En nu zijn we in een andere situatie. Nu zijn universiteiten buitengewoon accountable. Er wordt gewoon gemanaged. Dat kan iedereen heel erg vinden. Maar onderzoeksgeld wordt niet zomaar in ieders haar gesmeerd. Daar doen we echt goede projecten voor. We weten donders goed hoe we management moeten doen van research. En dat is echt anders dan in de 60 jaren. Want daar hebben we het over. Hè? Nee, 60 jaren. Waarom wil je dan de verhouding tussen NWO en de universiteit veranderen? Het gaat prima. Wat gaat prima? Gaat helemaal niet. Waar zitten we hier voor? Je zegt helemaal niet prima. Je zegt dat het prima gaat. Wat krijgen we nu? Nee. Wat ik wou zeggen, dit misverstand moeten we onmiddellijk klaren. Wat ik wou zeggen is, als er nu eerste geldstroom beschikbaar komt voor universiteiten, voor het Zwammerdam bijvoorbeeld, dan zullen die mensen buitengewoon goed in staat zijn om net zo goed als NWO kwaliteit te kiezen. En die hebben dan ook nog de vrijheid om lange termijn projecten te honoreren. En niet alleen maar te tellen waar hebt u gepubliceerd, maar ook te begrijpen waar het onderzoek over gaat. Dus ik denk dat dat grote voordelen zijn. En laten we niet de oude discussie uit de 60 jaren weer alsjeblieft niet We gaan zo meteen door over hoe je dan beslist waar dat geld heen gaat, wie het krijgt. Dat is een hele vraag. Dat wordt dan programmering genoemd door de beleidsmakers. Maar ik wou nog even terug naar vertrouwen, want daar waren we begonnen met dit blokje. Er heerst een soort beeld dat niet alle disciplines in wetenschap even vatbaar zijn voor affaires als stapel. En mijn vraag is eigenlijk, hoe zit dat aan deze faculteit? Welke disciplines aan deze faculteit die meer of minder vatbaar zijn? Nee, ik denk een van de belangrijke punten die eigen zijn aan werk dat dicht bij experimenteel werk ligt, is dat de resultaten gedeeld worden en dat de data ook besproken worden in kleine groepen. En dat daar al een heel impliciete controle is van wat je een sociale controle, laat ons zeggen, van wat er gebeurt. En dat is in andere disciplines blijkbaar soms anders. En dan loopt het gemakkelijker fout. Ik denk ook dat het als faculteit dat wij een taak hebben, want er wordt veel gezegd over het systeem. Maar in dat systeem zijn wel mensen die het verschil kunnen maken. En ik denk, als decanen kun je wel dingen doen. Daarom zit ik hier ook. Ja, ik ook. Ik wou Rosanna Herzberg het woord geven hierover. Want ja, is dat zo, dat je controle hebt, sociale controle? En niet meer over de 60 jaar. Ja, er is controle. Volgens mij, als ik zou willen, zou ik de hele boel bij elkaar kunnen frauderen. De belangrijkste reden... Ja, dat is misschien heel vervelend, maar ik denk dat dat in heel veel beroepen zo geldt. Ik denk dat dat in de rechtszaal zo geldt, in de medicijnen, in het ziekenhuis, in het bedrijfsleven. Je kan de hele boel flessen. En je kan wel een soort controle, is een soort van een idee dat we het dan wel een beetje in de gaten houden. Dus ik doe mijn eigen metingen, ik doe mijn eigen triplicates. En als het niet reproduceerbaar is, dan is dat heel vervelend. Dus er is zeker wel een grote drive voor mij om ervoor te zorgen dat die wel reproduceerbaar zijn. En misschien als er dan eentje net niet reproduceerbaar is, dan denk ik, er is vast iets misgegaan, ik meet hem nog een keer. Maar dat doe ik niet. Nou, dat zijn allemaal verschrikkelijke dingen. En er zit heel veel
Dus ja, er is heel veel kans om te frauderen en om dingen anders te doen. Alleen, het probleem is, als ik dat doe, dan moet ik dat wel vol blijven houden. Dus dan kan ik niet mijn stammen naar Amerika sturen. Dan moeten ze daar wel precies hetzelfde vinden. Ja. En de belangrijkste reden dat er niet gefraudeerd wordt is, en daar ben ik het met mevrouw Maaks eens, is dat mensen echt iets willen weten. Hmm. En er zullen natuurlijk klootzakken tussen lopen als stapel. En er zullen natuurlijk mensen opzettelijk de boel bedriegen. Maar volgens mij is er over het algemeen, publiceren is belangrijk, maar iets uitvinden is nog steeds een belangrijke drijfveer, denk ik, van wetenschappers. Maar het probleem met frauderen en fraude is dat als je kijkt over de jaren heen, en daar is dus in mijn vakgebied uitbundig naar gekeken, ook voor Nederland, je kunt, en ook in die controverse, je kunt heel goed een aantal kenmerken identificeren, zowel van het systeem als van onderzoeksgroepen en hoe dat werkt en hoe dat functioneert, die een hoger risico op dit soort fouten opleveren. Als je goed naar die geschiedenis kijkt, van wat zijn goede hoogleraar managers en wat zijn hoogleraar managers die risico's nemen. En dat kan dus betekenen dat ze het vervolgens heel goed gedaan blijken te hebben en het verbrengen. Maar het kan dus ook falikant misgaan. En er is lange tijd, is er niet alleen vanwege die mensen die achter die dichte deur zaten, dat je niet wist wat ze deden. Maar het management van de universiteiten is wat dat betreft verbeterd. Maar je zit tegelijkertijd in een systeem waarin ook iemand die verder uit het goede hout gesneden is, wel moet zorgen dat zijn groep en zijn resultaten zodanig zijn dat je in met name kwantitatieve wegingen van wie het goed doet en wie het slecht is, dat je eruit komt zodat je opnieuw krediet en geld krijgt. Nou, er zijn een paar hele eenvoudige voorbeelden van. Een deel van mijn vakgebied is cytometrie. Daar worden dat soort indicatoren ontwikkeld. Een van mijn promovendi is nu de directeur in Leiden van het instituut wat zo half Europa ongeveer bedient op dat gebied. En de algemene conclusie is dat daar grote gevaren aan zitten als je het te eenzijdig op één bepaald soort indicatoren richt en de rest niet bekijkt. Meten en daar is gaat het fout. En een van de mooie dingen, want empirische illustraties zijn altijd handig in de wetenschap. Op een gegeven moment werd er dus onderzoek gedaan naar goede en slechte groepen in het AMC, bijvoorbeeld in Amsterdam. En daar kwam dus uit dat sommige groepen van ze verwachten dat die het heel goed deden, dat die het dus minder goed deden als andere groepen. En toen ze daar dus naar gingen kijken, toen bleken er dus fouten te zijn in de manier waarop met die indicatoren werden gewerkt. En je moet dus heel voorzichtig zijn met dat soort beoordelingen van buitenaf op zogenaamde objectiveerbare criteria. Of dat nu over de maatschappij gaat of over de wetenschappelijke verdiensten, dat gaat heel snel fout. En voor de rest moet, en dat is een vraag die aan Frank hier wel gesteld is, notabene door Jaap Goudsmit, die wij ons allemaal nog wel herinneren, in de NRC, van waarom loop jij de hele tijd door het land met je science implementation? Zorg eens dat je je eigen ziekenhuis op orde hebt. En daar heb ik helemaal geen reactie van jou op gezien. Is wel een verwijt dat elke keer ontzettend laf te klappen daar. Weet je, dat kan gewoon niet. Ja, die is zo makkelijk, maar weet je, daar wil ik, als jullie nog een uurtje hebben, doe ik dat zo even. Hè? Wat wij allemaal doen in huis, hoe geweldig wij zijn, daar kom ik hier niet voor. U heeft zo'n prachtige folder. Ja, precies. Echt, oh god, kijk eens. Ja. Van wat u allemaal aan het doen is. 8 verbeterpunten. Hij sorteert helemaal voor op het nieuwe beleid. Laaghangend fruit kan ook in het Zwammerdam gedaan worden. Laaghangend fruit, dingen die we zo kunnen veranderen. Maar even serieus. Maar je wou het land veranderen. Even serieus. Een aantal issues die wij moeten veranderen is hoe beoordelen wij wetenschappelijke projecten. Hoe gaan we met die kwantitatieve markers om? Hoe gaan we naar kwalitatieve echte inhoud? Dat zijn dingen die wij niet als decaan, die kunnen we niet als directeuren van instituten veranderen. Die moet je samen met NWO, samen met de KRW veranderen. En daarom zijn we deze enorme actie gestart. En dan is natuurlijk de vraag is, wie zijn dan die mensen die actie gestart hebben? Dat zijn gewoon een x-aantal goedwillende mensen die nagedacht hebben en dachten, ik snap hoe het systeem werkt, snap jij het ook? Ik ben Rob dus op die manier ook al een keer tegengekomen. En we hebben de koppen bij elkaar gestoken. En we hebben wat congresjes georganiseerd. En we hebben een congres georganiseerd in november. En tot onze stomme verbazing hebben we op een knop geduwd. En daar is een enorme bom uit gekomen. En die bom is internationaal. En tot eergisteren in Nature. In Nature zien wij dat iedereen hoge impact, dezelfde Nature. Enorme impact. Ja, ja, ja. Dankjewel. Jammer genoeg ben ik niet auteur, maar het is maar wel u bent wel goed in het zoeken van die publiciteit, zoals een goed moderne wetenschapper betaamt natuurlijk.
Dat zei u toch al? Als je, ja. Ik heb vroeger HIV en AIDS onderzoek gedaan en als je daar mee wilde doen en het was in een grote nieuw veld, dan moest je echt goed van het tongriem gesneden zijn. Ik vind dat we de discussie niet kunnen beperken tot de relatie tussen de KPI's, de cijfers en het geld vinden. Want je gaat heel sterk naar de uitdelende instanties. Maar ik denk het beoordelen van onderzoek. Ja, ja, ik snap het. Ik denk dat de cijfers en de KPI's wel belangrijk zijn, want ze zeggen wel iets. Je mag alleen doel en middel niet verwisselen. Je mag er niet te ver in gaan. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat je nog altijd een personeelsbeleid moet voeren. En in dat personeelsbeleid speelt er veel meer dan alleen maar cijfers. Ja. En dat personeelsbeleid wordt gedaan door mensen, door commissies. Ja. En die moeten naar het geheel kijken. En als je dat doet, dan neem je al een heel groot deel van de problemen weg. Ik ben het helemaal met je eens. Maar dan komen we weer terug bij, waar komt het geld nou vandaan? En als u in deze faculteit personeel, en dat zult u gaan doen, u zult personeelsbeleid gaan doen, dan zult u ontdekken dat uw vrijheidsgraden ten aanzien van het aanstellen van personeel enzovoort enzovoort, omdat er een zeer beperkte hoeveelheid vrije middelen in de eerste geldstroom is een groot probleem. En u bent erg afhankelijk van wie bij u een fietsje krijgt. En dat is een commissie op maandagmiddag in Hoge-Brabant. Mevrouw Maaks, even over die indicatoren. In hoeverre denkt u dat kwantitatieve indicatoren voor de kwaliteit van een universiteit in het algemeen überhaupt kunnen werken? Wel, ik denk, als ik kijk naar de disciplines waar ik weet van heb, dan is het belangrijk dat je niet met één indicator afkomt, maar dat er verschillende zijn en dat die heel goed het profiel beschrijven, zodanig dat het profiel van de aard van de wetenschap kan behouden blijven. En dat kunnen publicaties zijn. Voor bijvoorbeeld ingenieurs zullen er al zeker geen hoogimpactfactoren zijn. Lang niet, heel kleine impactfactoren. En dat is ook belangrijk, want je wilt dit soort onderwerp ook behouden. Dat kan ook zijn het inbrengen van het vinden van tweede geldstroommiddelen. Dat kan bijvoorbeeld, of derde geldstroommiddelen. Ja. Er zijn tal van indicatoren, er is niet één. En het verwondert mij toch een beetje dat hier zo sterk naar de publicaties wordt verwezen, want ik herinner mij heel goed dat de KNAW een heel mooi stuk geschreven heeft een aantal jaren geleden over welke die parameters allemaal kunnen zijn. Dus het is veel breder dan alleen maar impactfactoren. Ja. Alleen de vraag is, wordt dat dan ook zo gebruikt? En het antwoord is, maar, in de praktijk valt dat heel erg tegen. Daar hebben wij toch zelf een verantwoordelijkheid in te nemen. Ja, als bestuurder van universiteiten kunnen wij daar toch dingen aan doen. Ja, maar dat vinden wij ook. Okay. Ja? Maar we moeten wel beginnen. Daar moeten we wel mee beginnen. Zometeen hebben wij een vraag van de meneer Weijers, maar ik wil eerst het volgende onderwerp aanbreken. Ja, de beeldvorming. Gaan we het nu over de beeldvorming hebben? Of onderwijs? Sorry, we hebben nog maar een kwartiertje. We moeten het ook nog over de programmering hebben. Dus welk onderwerp is belangrijk? Waar moet het geld naartoe gaan en wat niet? En wie bepaalt dat? Okay. En bijvoorbeeld is de vraag, hoeveel geld krijgt elk instituut? Hoeveel geld krijgt elke onderzoeker? Wat vinden we belangrijk onderzoek? Moet dat meer medisch zijn? Moet dat fundamenteel natuurkundig zijn? En daar heeft u, meneer Miedema, als Science in Transition ook een mening over, namelijk dat de maatschappij op een of andere manier daar meer betrokken bij moet worden. En hoe ziet u zich dat voor zich? Ja, ik wil het nog wel een keer doen. Ik begrijp dat in de NSC Rosanne Herzberger destijds zei dat dat een beetje D66 oude mannengelul was. Ik neem hem even incasseren. Als je 60 bent, kan dat ook gewoon, denk ik. Toch denk ik dat dit een heel belangrijk onderwerp is. Ik denk dat we ons allemaal moeten realiseren dat wat hier allemaal gebeurt, en ook wat in mijn ziekenhuis gebeurt, er gaat in mijn ziekenhuis een miljard per jaar om, en dat is toch publiek geld. Dus ik denk dat wij ons ontzettend goed moeten realiseren dat wanneer wij onderzoek doen, we maken keuzes, ook voor fundamenteel onderzoek, het geldt net zo goed voor fundamenteel onderzoek, dat wij ons moeten realiseren dat je dat met publiek geld doet, en dat zeg maar inderdaad het 60 jaren hobbyën, wat in de 60 jaren gebeurde, dat echt niet iets is waar we naar terug moeten. We moeten ons realiseren dat er mensen zijn die belang hebben bij kennis. Dat kan het bedrijfsleven zijn, dat kan Philips zijn, maar dat kunnen ook opbouwwerkers in Amsterdam-Oost zijn. Dat kunnen mensen zijn die nieuwe onderwijsformules proberen te bedenken om andere groepen in de maatschappij te laten participeren, enzovoort, enzovoort. En dat zijn mensen die naar ons idee het recht hebben om een vraag te stellen aan de wetenschap van wij hebben hier een probleem en hoe gaan we het organiseren. En ik denk, dan denken mensen, dan zegt iemand natuurlijk onmiddellijk, oh, dat wordt dan in de Tweede Kamer over gestemd en dat kan dan niet. Nou, dat noemen ze dan de tyranny of the ignorance. Hè? Dat gebeurt natuurlijk niet. Dat zijn die clichés die onderzoekers altijd roepen van, laat die mensen buiten blijven, geef ons maar gewoon het geld, wij weten het wel. Dus ik denk dat discours moet op gang komen. Die discussie met de stakeholder moet op gang komen en die kan regionaal zijn,
die kan ook in deze faculteit plaatsvinden, die kan in de universiteit plaatsvinden. Dat hoeft niet een landelijke Tweede Kamerdebat te zijn. Rosanne. Maar uiteindelijk komen die dingen wel bij elkaar. Dus uiteindelijk heb je hier regionaal heb je de verantwoordelijkheid om de goede keuzes te maken voor nationaal onderzoek, internationaal onderzoek en regionaal onderzoek. Ja. En eigenlijk doen heel veel mensen het wel. Ja. Alleen laten we daar veel bewuster mee omgaan en laten we dat ook echt gebruiken om agenda te zetten. Dat is mijn krachtige pleidooi. Ik hoor het, heel krachtig. Wat ik wel bijzonder vind in Science in Transition, dus daar staat dan uitgebreid hoe het volk moet worden betrokken bij de agendering en welke onderwerpen we allemaal moeten onderzoeken. Aan de andere kant staat er in het paper dat de invloed van Alpe d'Huez, KWF, kankerbestrijding, dat toch allemaal slechte invloeden zijn, omdat die willen resultaten. Die willen resultaatgericht. Dat vinden wij helemaal niet slecht. Dat staat er. Nee, ik ga het nu even opzoeken. Nee. Maar in ieder geval zijn dat wel fondsen die eigenlijk ook wel waar donateurs een belangrijke rol in spelen. Ja. Collectebus, daarmee stemt het volk eigenlijk al. En het volk stemt dus dat we heel veel resultaatgericht onderzoek over voor kankerbestrijding willen. En nee, maar even, dit is een mooie. We nemen ze nu even allemaal achter elkaar. Hè? Ik zal straks mijn andere bank toedraaien. Nieuwe subsidiegevers die direct voortkomen uit stakeholdergroepen zoals het AIDS-fonds, Alpe d'Huez en Kika voor kankeronderzoek stellen inhoudelijke eisen aan het onderzoek dat zij subsidiëren. Het gaat dan niet alleen maar om bazaal onderzoek en haar beloften, maar ook om een aantoonbare bijdrage aan behandeling of preventie. Ja. Zij allemaal, maar ook de subsidiegevers zitten in de tredmolen en hebben snel aansprekende, sexy resultaten van hun subsidies nodig. Ja. Om van de volgende inzamelingscampagne een succes te maken. Ja. Mooie tekst. Uw tekst. Ja, klopt. Het is helemaal waar. Dus er zijn twee elementen. De angst die wij als onderzoekers hebben is dat zodra wij met HIV geïnfecteerde mensen aan tafel gaan of met kankerpatiënten, dat die geen fundamenteel onderzoek willen. Die angst kennen we allemaal, maar die is niet gerechtvaardigd. Ook in het HIV en AIDS onderzoek waar ik zelf opgegroeid ben, is heel veel fundamenteel onderzoek aan het humane immuunsysteem gedaan, wat daarvoor niet zeg maar sexy was. Wat toen op dat moment ongelooflijk naar voren kwam. Dus mijn eigen carrière gewoon. Ja. Dus ik denk, die angst is er niet. Maar we zijn er allemaal bij. Mevrouw Maarten. Wat ik denk ik heel goed vind, om mijn laatste korte opmerking, wat ik heel goed vind aan Alpe d'Huez, afgezien van de discussie nu over de besteding, maar dat soort advocacygroepen die echt voor patiënten gaan, MS, fibrosis, ALS-patiënten, noem ze maar op, wij hebben het wat dat betreft makkelijk, is dat die mensen je wel erg scherp houden bij fundamenteel onderzoek is mooi, maar wat steeds weer blijkt is dat als je ietsjes verder in de pipeline gaat zitten, dat onderzoek voor heel veel sneller voor de patiënt wat betekent. En dat is het argument wat daar gemaakt wordt. En KWF maakt dat argument heel expliciet. Ik denk, ik ben begonnen met te zeggen dat de samenwerking met de microelektronica-industrie mij eigenlijk naar het fundamentele werk heeft geduwd. Hè? Ja. Dat komt daar helemaal mee overeen. Maar dat is ook een systeem. En dat is een systeem dat vernieuwing brengt in het algemeen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat wil niet zeggen dat iedereen moet beginnen samenwerken met bedrijven. Maar dat moet trouwens altijd vanuit je academische achtergrond en academische gedachten gebeuren. En met de juiste academische vrijheid. Laten we dat beklemtonen. Maar het is wel belangrijk dat het hele systeem van het onderzoek elkaar kruisbestuift. En dat vind je in die samenwerking met de maatschappij heel sterk. Maar de essentie is natuurlijk dat u zegt dat het op de juiste manier geregeld moet zijn. Ja. En uiteraard moeten we de zaken op de juiste manier regelen voor goede doelen. Wie zou het anders willen? Het kwestie is dat het in een aantal gebieden dat het dus niet juist geregeld is en dat de balans niet goed is. Geeft u dan een voorbeeld van? Daar kan ik wel wat voorbeelden van geven. Ja. We zullen nog even naar mijn buurman teruggaan, hoewel hij daar zelf niet direct bij betrokken was. Het HIV-fonds. Toen op een gegeven moment een hoogleraar uit het zuiden des lands samen met een hoogleraar van het AMC bedachten dat ze misschien een oplossing voor HIV hadden. Toen is dat in Nederland heeft dat geleid tot een geweldige controverse, een enorm gedoe en ontslagen. Een van de factoren daarin was dat het HIV-fonds enorm erop uit was om daar publiciteit voor te genereren. En ik weet er alles van, want ik heb alle 8 concepten van de persberichten gelezen en het helemaal uitgezocht. Dus je kon zien wat daar gebeurde. En dat fonds had behoefte aan publiciteit voor dat probleem. Dat kun je ze niet afnemen. Maar die werden dus vervolgens door een paar mensen op sleeptouw genomen. En dan gaan er dus dingen mis. Dan is er dus in dat mechanisme 1 voorbeeld. Een ander voorbeeld. Ik moet u even onderbreken, want we hebben niet zoveel tijd meer. Even voorbeelden. Farmaceutische, wat is 20 jaar geleden. De manier waarop, ik hou mij nu bezig met geneesmiddelen voor zeldzame ziekten.
Dat doe ik samen met mensen op het AMC. Wat je daar ziet, en daar praten we heel open over, ook met mensen uit de industrie, dat het nu zo geregeld is, met name ook, en dat is belangrijk voor die zeldzame ziekte, dat de industrie zijn eigen middelen klinisch moet testen en dan om goedkeuring moet vragen. Dat is een beetje de slager keurt zijn eigen vlees. Dat zit inmiddels ook gekoppeld nu in het systeem aan de marketing van dergelijke middelen. Want er zijn bedrijven die zeggen, wij doen het klinisch testen voor u, maken de dossiers voor goedkeuringen in orde, maar wij zetten het ook alvast voor u in de markt. Ja? Dat is dus niet juist geregeld. Dat moet je anders regelen. Ja. Ja? En zo zijn er een heleboel voorbeelden. En als u de tijd geeft, en we hebben het niet alleen maar over dat we juiste dingen op de goede manier moeten doen, maar over wat er fout gaat en hoe dat beter moet, maar dan heel specifiek, dan kun je zo een heleboel dingen aanwijzen die je anders zou moeten regelen. En dan heb ik het nog niet over het totale systeem waar Science and Transition gaat, maar dan gaat het over een aantal kwesties die je in het belang van de fondsen en de patiënten en de belastingbetalers en zelf de industrie, want die zitten zelf met grote problemen. Dat ze bijvoorbeeld voor een ziekte als Fabry, dat er twee middelen op de markt zijn, terwijl het aantal patiënten in Nederland te beperkt is om dat goed te kunnen testen, of dat middel werkt. Wat er dan gebeurt is dat de verzekeraars zeggen, ja dat product dat werkt wel een beetje, ja, maar niet goed genoeg, dus misschien moeten we die Fabry patiënten dat medicijn maar niet meer geven. Dat leidt tot een rel en dat gaat dan om de tafel. Maar om dat beter te testen, moeten de universiteiten en de academische onderzoekers een grotere rol spelen. Moeten de patiëntenorganisaties er beter bij betrokken zijn. En moet je het testen van medicijnen, moet je weghalen als alleen maar de verantwoordelijkheid van de industrie die dat op zijn eigen juiste manier denkt te kunnen doen. Ik wil u toch even onderbreken, want we hebben al een tijdje een vraag van klaar. Ralf Weijers, sterrenkundige aan de UvA, en ik geef hem kort het woord. Ah, dat is mooi. Ja, ik zou even een dilemma willen voorleggen dat voor mijn gevoel hier nogal naar voren komt. Er wordt dus van de ene kant gezegd van je moet in het bepalen van wat goede en slechte wetenschap is en dergelijke erg oppassen met het kijken naar getalsmatige indicatoren en dat soort zaken. Je moet je niet door de getalletjes laten leiden. Van de andere kant, de mensen die die beurzen aanvragen, hebben maar een heel gering incasseringsvermogen. En de mensen die het geld niet krijgen, die roepen al heel snel, ach, dat is achterkamertjes gedoe en iemand die mijn onderzoek niet leuk vond, heeft mij genaaid enzovoort. Dus het is wel van tweeën één. Je moet of die dingen helemaal transparant kunnen kwantificeren en je daar dan ook bij neerleggen dat er getalletjes zijn. Of je moet accepteren dat wanneer dat soort beoordelingen worden gemaakt, je dat ook echt in de handen van een aantal deskundigen legt en dat je die deskundigen dan ook het vertrouwen geeft om dat te doen. Ik wil niet zeggen dat je altijd moet aannemen dat ze het goed hebben gedaan, maar dat vertrouwen in dat systeem van het refereren van voorstellen, dat moet je dan ook wel accepteren. Je mag niet zeggen, ja, je mag niet naar die getalletjes kijken, maar het proces moet wel helemaal transparant zijn. Er zit daar een tegenspraak in. Absoluut. Ja. Nou ja, dat is heel simpel. Ik zit in Brussel in de ERC Advanced Research Grants Committee for the Social Sciences. Dan gaat het dus over voor de sociale wetenschappen vrij grote bedragen van ongeveer 2,5 miljoen. En ik ben het volkomen met die spreker eens. Wij kijken daar aan de ene kant, wij beschikken over gegevens over impact ratios en publicaties en al dat soort dingen. Maar als commissie, de taak van de commissie is om innovatief onderzoek te subsidiëren. En wij kijken in eerste instantie vooral naar dat voorstel. Dat is ook een betrekkelijk gesloten procedure, niet met heel veel overleg. Wij praten daar als commissie vanuit verschillende disciplines over. Wij nemen die beslissing. Wij kijken ook naar de carrière van mensen, maar het gaat om mensen die 35 zijn, ja, tot mensen die 70 zijn. Mag ik daar even op ingaan? En dan nemen wij die beslissing. En dat vertrouwen in die commissies is groot. Ja. En dat moet je vooral zo houden. Ja. Maar je bederft het vertrouwen als je denkt dat je het helemaal kan uitrekenen. Het is natuurlijk wel zo dat het met name jonge onderzoekers zijn. Ja. Dus misschien ook wel mensen die hier nu studeren en die gaan promoveren en een postdoc gaan doen. Met name de jonge mensen hebben hier heel erg mee te maken. Ja. En? Nou, ik vraag me af hoe dat voor Rosanne Hersberger bijvoorbeeld is. Ja. Nou, je merkt, het is gewoon een trechter. Dus ik ben opgeleid en ik ben met heel veel PhD's. En uiteindelijk gaan we allemaal die trechter in, terwijl er heel weinig. Dus er moeten heel veel mensen afvallen. En volgens mij gebeurt dat ook in dit soort, in dit soort procedures. En ja, dat is heel vervelend. En het is allemaal een heel pijnlijk proces. Maar het komt wel goed hoor. We krijgen wel
De baanzekerheid is wel goed volgens mij met een PhD, dus daar hoeven we niet over te klagen. Voor degenen die het krijgen en voor degenen die het niet krijgen, die moeten wat anders gaan doen. Oké, mevrouw Maaks. Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Ja. Het is heel dom om de mensen die niet door die trechter gaan als afval te beschouwen en afvallers. Ja. Dank u wel. Ja, ze vallen af in de wetenschap. Nou, ze gaan ergens anders naartoe. Ja. Nee, ook dat is niet waar. Mevrouw Maaks. Nee. Wij zijn er toch niet alleen voor om... Ik geef mevrouw Maaks het woord. Ja. Wel, ik ben het eens met wat Ralf Heijer zegt. Het is inderdaad zo. Als je aan een promotie begint, dan is dat niet de eerste stap van een academische loopbaan. Dat is een eerste stap van een wetenschappelijk avontuur. En na de promotie kan je evengoed elders te werk gaan en kan je prachtige dingen doen. Dus ik denk niet dat je het idee van die trechter zo eng mag bekijken. Ik weet heel goed dat in mijn vorige functies sprak ik dikwijls de beginnende promovendi aan. En het eerste wat ik zei is dat slechts enkele van jullie zullen een academische loopbaan hebben, maar het is heel belangrijk dat jullie promoveren. Okay. Nee, maar volgens mij zit ook een beetje een misverstand, want volgens mij delen we dezelfde mening. Als ik na mijn promotie het bedrijfsleven in zou zijn gegaan of na de postdoc die ik ga doen, dan zou ik er ook met veel plezier op terugkijken en dan denk ik dat het een heel waardevolle tijd is geweest en dingen geleerd waar je heel veel aan hebt. Dus ik zie het ook niet, goed, het is wel een beetje semantiek dit hoor. Ja. We hebben... Eigenlijk zijn we, het is 1 uur, dus de tijd is op. We hebben het nog niet over onderwijs gehad, maar wel over, jammer, over jonge mensen. Dus dat is toch belangrijk. Jullie weten wat jullie te wachten staat, misschien een beetje. Daar wou ik mee afsluiten. Ja. Ik wil heel hartelijk bedanken onze gasten. Karen Maaks, Rosanne Hertzberger, Rob Hagendijk en Frank Miedema. Dank u wel voor de komst. En volgende maand gaan we het over heel sexy onderzoek hebben. Dat mag misschien niet, maar dat is wel zo over leven, namelijk buitenaards leven ook nog eens. Totaal nutteloos. Het onderwerp van volgende maand, 16 februari, als ik het goed heb. Maar daar zullen jullie de posters van zien. Tot volgende maand.